Ga je me weer? Ja. Goed, mooi. Mijn steen. Ik ga even pakken. Zo. Jouw steen, een steen. Ja. Zo. Wordt je mes daar niet bot van? Ja, daar wordt het wel bot van. Je hebt een hele aan twee kanten scherpe punt gemaakt. Ja, ik heb aan twee kanten scherp. Dat is niet helemaal gunstig. Moet je niet dat dingetje eruit snijden nog? Nee, aan de zijkant. Van waar het kooltje dan kan vallen. Nee, dat komt nog. Dat komt nog. We gaan eerst een beginnetje maken. Oh, indraaien. Ja. Kijk hoe die erbij kijkt. Ik ruik al rook. Zo, beginnetje gemaakt. En dan gaan we nu een kruisje zagen. Ik hoop dat hij niet te ver is, maar ik vrees dat hij te groot geworden is, het gaatje. Maar ik ga toch, dat is er niet aan mee proberen. De steen ligt daar bij de plankjes. Ja, dank je. Nee, ik dacht voor het geval dat je het nog niet had gezien. Schuif. Nee, helaas. Nee, hij is te snel doorgegaan. Kijk, het was een te ondiep gat. Volgende gat. Ik ga hem hier maken. Oké, rare punten ontstaan, die haal ik er even af.
zodat hij wat botter is en meer wrijving maakt. Oké, zijn boog was te slap geworden. Ga ik dus even iets aanspannen. Papa, ja. Vond je dat ik goed kon filmen toen het buiten de stad ja, reden? Zeker. Dat is hartstikke goed gefilmd. Daar lag het niet aan, in ieder geval. Nee. Even kijken. En dan moet je zo op de achter... Nou, die ligt het ook niet aan. Het ligt niet aan de spanning van de boog. Dat je er dan zo achter zit, achter dat filmpje. Dat je er dan achter zet van... En dan moet er zo wel vuur komen. Ja, inderdaad. Maar zo hoort er dan vuur te komen. Ja. Hij gaat nu indraaien. Zo. Misschien moet ik wel filmer worden. Ah. Kun je iets dichterbij komen zodat je de rook al kan laten zien? Kom maar hoor. Heel mooi. Oké, daar zijn we ingebrand. Dan weer een kruisje op de achterkant. En niet zo diep als de vorige keer, want dit is een dun plankje. En voor je het weet zitten we weer aan de andere kant. Ook al beweeg ik een beetje, ik hou wel de hele tijd in de gaten wat je aan het doen bent. Heel goed. Oké, nou dit is een klein beginnetje. We maken hem toch wat groter, dat er wat meer doorheen kan. Plankje eronder, dat niet helemaal lekker ligt, maar ja. Het is wat het is. Misschien helemaal andersom. Niet verkeerd, het gewoon helemaal andersom. Hoe gaat dit kanaal heten, dit YouTube-kanaal? Oh ja. Ik heb er al eens van. Even kijken, daar gaan we. Een vuurtje maken zou ik het noemen. Een vuurtje maken. Mm-hmm. En overleven in het bos. Ja. Want dan ga je dan ook uitleggen hoe je van dat soort dingen kan maken. Ja. Zo zie je het hoor. Oh, dit ruikt echt heel lekker, vind ik. Vind jij het ook lekker ruiken, dat brandlichtje? We hebben een kooltje. Echt.
Ik heb het volgende mesje alvast voor je. Ga maar hem heel houden. Kom maar dichterbij. Okay. Dit is dus een kooltje. Dit is het kooltje. Oké. Okay. En we gaan het nu aanbrengen. Ik zie vlammetjes. Nee, holy, we konden niks. Oké. Okay. Dit is vuur. Gooi het in het water, please, please. Dit. Ja, tuurlijk. Vlam in de pan. Ja. Oké, okay, super Bas. Geweldig. Oké, okay, dankjewel schat. Yes. Geweldig.